Hola, goedemiddag. Ik ga nu naar de danszaal toe, want ik ga samen met een paar andere meiden gaan we even lekker gezellig dansen. Even weer een paar leuke TikTok-dansjes opnemen en gewone normale choreo's en zo. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. We kunnen daar zijn van 1 tot 5 uur 's avonds. Dus helemaal leuk. Dit is mijn dansoutje. Ja, ik heb nu dat shirt zit nu helemaal over mijn broek heen. Dit is mijn broek. Ik vind het ook niet bij de joggingsbroek altijd heel leuk. En dit shirt, maar dat doe ik altijd hier in eigenlijk. Ik ga nu naar de danszaal. En als ik een leuk filmpje heb van de choreo zo, zal ik het even in de video zetten. Ik ben weer terug gaan dansen. En dat is echt heel gezellig. En we zijn er ook best wel echt heel lang geweest. En ik hoop dat jullie het filmpje ook leuk vonden wat jullie net hebben gezien. We hebben ook nog een heleboel TikTok-dansjes opgenomen en zo. Dat is ook heel leuk. Ja, ik heb me helemaal vermaakt. Mijn haar is wel een beetje vettig nu. En ik ga nu even lekker avondeten. En lekker chillen. Lekker douchen, mijn kamer opruimen. Want morgen komt Laura en Michelle hier. Gaan we lekker met z'n drie naar Utrecht. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan hebben we in die avond ook nog het feestje van Letty. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ik heb een helemaal leuke planning. Yes! Goedemorgen! Het is ochtend, anders zou ik niet zeggen goedemorgen. En Laura is onderweg naar mij toe. Want ik ga straks met Michelle en Laura gaan we naar Utrecht met z'n drieën. En dan hebben we Laura en ik in de avond nog een feestje van Letty. Dus dat is hartstikke gezellig. Dit is de fit voor vandaag. Broek, dit zo. Dit vind ik zo leuk, deze. Het is wel een beetje koud, dus ik denk dat ik hier even een trui voor over doe. Want dat is een Nike trui, dus nu doe ik ook mijn Nike pet op. Dat vind ik wel leuk. Mama zei dat in de droger was lag, dus ik hoop dat hij hierin ligt, want dan kan ik hem aan. De trui ligt er niet. Wat stom. Good morning. Good midday. Wij zijn... Wil je daar wel op of niet? Nee. Oh, Michelle wil er niet op. Nee. Het is vandaag zondag. En wij zijn lekker met Loutje en Michelle, maar Michelle wil niet op beeld. Nou, ik heb er even geen zin in, jongens. Is goed. En wij zijn nu... Zo blijkt wel spoken niet liggen. Nee joh, het valt echt mee. En wij zijn nu lekker bij de Mackie. Want ja, we hadden honger, hè. En ik heb een grote friet. Laura, wat heb jij? Ik heb een kleine friet. En een chili. Met mayonaise. Allemaal voor 3 euro. Helemaal het. En kleine ijsje. Ik heb chocomelk. Niet gesponsord. Michelle heeft chocomelk. We gaan eerst al naar de Urban Outfitters. Dat is heel erg. Ja, wij willen dat fotohoekje van de Urban Outfitters. Daar willen wij graag in. Dat is echt een anti-climax. Als wij straks nu niet... Anti-climax? Volgens mij weet Laura niet eens zelf wat dat betekent. Nu wel. Oh, nu wel? Tegenvaller. Ja, goed zo. Als we straks dat niet gaan doen. Nee, maar dat gaan we echt wel doen. In het fotohoekje van de Primark. Oh ja, weet je. We zijn allemaal ongesteld. Ik ga gewoon nog weer op de foto. Oké, maar wij gaan straks even de winkelcentrum in. Maar... We zijn in de Urban Outfitters. En ik heb een kwestie. Ik vind deze broek namelijk heel mooi. Alleen hij is wel 75 euro. Maar hij is wel heel leuk en hij is low rise. En dat vind ik echt super leuk. En mijn doel was om een low waist broek te hebben. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik ben een beetje in de twijfel. En misschien komen we ook nog wel straks terug. Dat we dan straks, weet je wel. Ga ik nog even denken. Paskamers. Oh my god, er was ik naar bezoek. Oké, ik ga ook dit topje kopen. Lau, laat zien. Ik ga deze jas kopen. Lau gaat deze jas kopen. Negeert het feit dat we donkerblauw en zwart hebben. Ik vind donkerblauw leuk. Ja, maar sommige mensen die vinden dit dus niet bij elkaar passen. Zwart. Ja, dat vind ik wel. Donkerblauw en zwart vind ik leuk. Vind jij dit bij elkaar passen? Ja, Oké, ik ga dit topje kopen voor op mijn nieuwe broek. Ja. En straks gaan we nog even naar de... Waar wilde je heen? Naar de JD, naar de Nike of zo, toch? Ja, ik wil ook hier kijken naar een broek. Oh, en Michelle gaat nog even kijken naar een broek. Wij zitten weer in de trinne. De trinne. Die weer veel te cool doet. En wij gaan weer terug naar Os. Naar de... Schoenboot. Kijk even de view. Ja, echt een hele mooie view. En we hebben Bibi hier achtergelaten. En Bibi neemt nu de vlog weer over. Hier, Bibi. Bye bye. Thanks. Ik zit lekker in een eenzitter. Want Michelle en Laura zijn hier achter. Ik zit hier. En dit is mijn view. Ja, wij gaan nu lekker naar huis. Vanavond gaan wij naar het feest van Letty trouwens. Dus blijf even kijken. Blijf even kijken. Sticky sweet, I'm gonna be like a killer. Oh, ik wou zo graag een wit shirt. Ik maak geen grap. Je kan me echt niet blijer maken.
Wij zijn weer thuis en wij zijn ons nu aan het klaarmaken voor het ieder feestje. Het thema is zwart-wit. Dus ja, ik heb een nieuwe zwarte topje. Ik heb dit zwarte longsleeve aan die ik vandaag heb gekocht. Die is van de Pull & Bear. En ik heb dit broek, ik heb deze broek aan. Mag ik deze schoen aan? Ja. Mag. Oké. Ik heb hakken aan, want ja hè. Fancy. Waarschijnlijk ga ik die echt meteen de eerste seconde uitgooien, want ik kan niet lopen op hakken. Als laatste hebben we dit mooie shirtje aan. Deze is waarschijnlijk van mijn broer of mijn vader of iets in die richting. En ik weet nog niet precies hoe ik hem deel, of ik wil hem zo, gewoon lekker zoals Nou heeft. Kijk, of ik wil hem gewoon zo, ja is goed. Of ik wil hem zeg maar cropped, alleen ik weet niet wat ik vind hem zo is. Leuk. Jawel hè? Ja. Oké, guys and girls. Ik heb net een nieuw wit shirtje gekocht. En sowieso, ik ben echt nog nooit blij geweest met een wit shirt. Van de Pull & Bear. De Pull & Bear, de mannenafdeling. Ik heb deze parachute pants aan van Stradivarius. Die is zo slim. Met daaronder een legging, want het is koud buiten en dit is dun. En ik heb sokken van de Zeeman. En deze schoenen doe je erbij. En ik doe deze schoenen van Bibi aan, want ik vind die gewoon best wel mooi. Wij gaan zo onderweg, want eigenlijk moeten er een soort van al zijn. Dus wij gaan onderweg. Lee, tot vanavond. Ik heb echt zo'n groot puist op mijn kin. Hey, goeienacht. Wij zijn lekker in de badkamer, want het is nu, hoe laat is het? 10:30. Voor half twee. En wij zijn net terug van Letty. We gaan even klaarmaken voor bed. Ja, het was super gezellig en hartstikke leuk met alle meiden. Dus wij gaan even klaarmaken voor bed. We hebben even onze spulletjes gepakt. En dan gaan we, dan is het dagga time. Dan gaan we lekker slapen. Dus we zien jullie morgenochtend weer. Tot morgen. Slaap lekker. Goedemorgen, goedemiddag. Hoi Lau. Hoi. Vertel het eens, welke dag is vandaag? Ik weet het nog zelf niet. Maandag. Maandag, oké. Okay. En wij gaan even lekker een... Oh, Laura is mij aan het zoeken in de boek. Maar wij gaan even lekker een spelletje spelen met wat lekkers bij. Yes. Maar wat voelen we? Wat is een leuk spel? We hebben Rummy Cup. Monopoly met zo'n pinpas ding. Oh. Leuk. Ja, doen we Monopoly? Ja. Oké, we gaan even deze doen. Dat is een mooie pinpas. Oké. We gaan even lekker spelletjes spelen. En papa's vader, Laura's vader, die is er over half uurtje. De vierkant. De vierkant. De gekste. Goedemorgen allemaal. Het is nu 11:15. En ik heb even me klaargemaakt. Want ik ga straks onderweg naar Walibi. Dit is wat ik aan heb. Deze groene broek en het topje. En ik ga nu even mijn spullen pakken en dan ga ik nog even ontbijten. En dan gaan we op weg naar Walibi. Nou, we zijn aangekomen in Walibi. Wij gaan nu even naar de receptie lopen om ons aan te melden. Yo, hier, receptie en shop staat er. Ik weet niet of je dat kon zien, maar er staat hier receptie, lounge en shop. Dus we hebben het gevonden, denk ik. Nou, ik ben in Walibi aangekomen. Ik ben hier met... Katja. Yes, en wij zijn nu in welke zone zijn we nu? We zitten nu in Festival of Freaks. De zone van Daisy en haar vriend. En het ziet er wel heel cool uit hier. Kijk. Heel spannend allemaal. En ik hoorde net ook al een beetje een eng muziekje. En wij gaan nu op weg naar Daisy, toch? Ja, we gaan even Daisy ontmoeten. Nou, let's go. Nou, ik ben hier met... Daisy natuurlijk. Yes. Wij zijn er bijna klaar voor. Want wat gaan wij straks doen? Wat ga jij doen? Op het podium jou aankondigen natuurlijk. Ja, en dan gaan we een meet and greet eigenlijk doen. Dan met alle mensen op de foto en TikToks maken en zo. Wij zijn hier op het VIP-deck. Het ziet er heel mooi uit. Wacht. Applaus. Kijk, nou wat leuk. En straks gaan wij daar staan, toch? Yes. Yes, helemaal leuk. Ik heb er zin in. Dat was helemaal goed. Hi, Bibi. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Met jou? Nou, goed. Wel. Ja, met mij gaat het altijd goed. Nou, hè? Ja, het is allemaal van mij. Dus, ja, tuurlijk. Ja. Wat is nou iets waar je echt heel bang voor bent? Waar ik heel bang voor ben? Dan moet ik even denken. Maar dat is toch wel, denk ik, echt, zeg maar, als ik helemaal alleen ben in het donker. Dat vind ik wel een beetje eng, heel stiekem. Ja, zijn er mensen die met Bibi op de foto willen? Oh, echt? Kijk eens even aan. Nou, misschien is het handig als we hier even een rij vormen. Mama, geef je deze. Nou, ik ben het klaar met de meet and greet. Wij gaan nu even door het park heen lopen en misschien nog even een achtbaantje meepakken. Dus ik hoop dat we nog ergens in de achtbaan of zo voor een attractie kunnen.
Zijn! Nee, ik kan niet meer. Oh jongens, ik kan niet meer. Weet je wat die guy deed? Hij ging een liedje zingen. Zo'n slaapliedje. En... Mag ik je op de foto? Tuurlijk. Nou, we hebben even trek gekregen ondertussen. Dus wij gaan even... We gaan eten halen. Dat is een heel goed idee. Nou, we hebben het gevonden hoor. Lekker frietje met een burger. Dus ik had dus weer wel aan toe. Hartstikke lekker. Wel een beetje heet, maar ik mag wel even. Nou, ik ben nu in de... ingang van de Crazy River en dat is de wildwaterbaan. We gaan even daarin, want dat leek wel eens even een leuke afsluiter voor vandaag. Wij zitten nu in ons karretje en wij gaan nu het water in. Woehoe! Te eng! Ik dacht dat het vast zat. Goedemorgen, het is 11:15 ochtends. Ik ben helemaal klaargemaakt en zo, want ik ga naar de bibliotheek. Het is natuurlijk vakantie, maar ik heb een week na de vakantie op toetsweek. En Joan en ik die zijn opeens super gemotiveerd, dus wij dachten, nou, we gaan lekker leren in onze vakantie in de bibliotheek. Wij gaan eerst naar de Jumbo om even wat te eten te halen, dat is wel lekker. Want daar zit je meestal wel gewoon, wij zitten daar wel gewoon lang. We gaan daar niet een uurtje zitten. Ik zit alleen helemaal vol, want ik ben zo verkouden. Het is echt niet oké, okay, want kijk, zeg maar, je weet toch altijd als je verkouden bent, je voelt het gewoon helemaal hier, weet je wel. Ik voel het gewoon letterlijk hier en hier. Ik ben echt 5 keer deze nacht wakker geworden, gewoon puur omdat ik mijn neus moest snuiten. Maar ik wil gewoon in 1 keer doorslapen. Ik moet wel voor 10 minuten weg, dus ik ga nu even snel ontbijten. Hoi. Hoi. We zitten weer in de bibliotheek. En wij hebben nu echt een chill plekje gevonden, maar dit is eigenlijk voor het taalpunt of zo. Maar er zit niemand, dus wij vinden dat we hier mogen zitten. We hebben helemaal een soort van eigen hoekje. Wauw. Kijk, en we hebben hier zo die uitgangetje. John heeft ook een breker. Waarvoor ga jij leren? Voor welk vak? Dat weet ik niet. Ik denk Engels. Engels. Ik ga voor degene die ik als eerst heb. Ik weet niet wat dat is. Ik heb Duits voor eerst. Ik volgens mij scheikunde als eerst, maar ik haat scheikunde, want ik snap het niet. Goedemorgen. Het is nu 10:30. Vandaag ga ik met Savanja afspreken. Helemaal leuk, helemaal zin in. Hey Otje. Zij komt met de trein, dus wij gaan nu naar het station over een paar minuutjes. Dus ik ga even mijn schoenen aantrekken. Ik sta nu op station en ik ga even Savanja opwachten. Want je moet ook even kijken met welke kant je op moet. Dus ik sta nu bij de zuidzijde, zeg maar. Ik sta nu hier bij de poortjes. Dus ik ga even kijken of ik haar al ergens kan vinden. Hey babes, ik ben met... Hoi. Met Savanja. En wij zitten lekker bij La Meridiana. Ja. Want wij gaan even een broodje eten. Even lekker lunchen. Wat heb jij besteld? Ik heb een... ik wil kaas zeggen. Ik heb een broodje met tomaat en kaas en pesto. En ik heb een broodje met kaas. Gesmolten. Gewoon een tosti eigenlijk. Uit de oven. En een warme chocolade met mijn slagroom. En dat vind ik echt zo lekker. Want dat heb ik echt al zo lang niet meer gehad. Dat is echt insane. Maar wij gaan nu even lekker wachten op ons broodje. Ja. Hey, wij zijn weer uit het eetentje. Hoe was het? Het was heerlijk. Ja, bijna ook. Ik had een vaste bestelling. En toen bij het afrekenen, toen... ik weet niet meer, hoe kwamen we nou op het onderwerp van mijn ouders? Ja, wij zeiden... Oh ja, wij zeiden, ja. Oh ja, het regent. En toen zei die meneer waarbij we aan het afrekenen waren, oh, jullie mogen hier ook wel blijven hoor. En toen... Toen zei ik van... Als ja, anders blijven we wel slapen. En dan wachten we tot de Bibi's ouders terugkomen, want die komen daar ja, mijn ouders komen daar echt elke dag. Toen zei die, oh ja, komen hier ouders hier vaak? Ik zei, ja, elke dag eigenlijk. Toen zei die... Oh, is hun bestelling toevallig cappuccino, cola, zero en rivella? Dus ik zei, ja, dat was ook echt een bestelling ook. Nou ja, wij gaan nu weer terug fietsen, want het regent echt super hard. Dus wij gaan niet echt langer blijven staan. Dus wij gaan nu weer terug naar huis. Hey, babes. Ik ben nog steeds in het Savanja. Nog steeds, maar, wow. Nog steeds, wow. Maar het is nu ongeveer 4:15. En jouw moeder is er bijna. Elk moment, bijna. Dus ik ga straks zoveel weer lekker uitlaten. Uitlaten. Wat een timing! Nou, je zou bijna zeggen dat het nep was, dat het afgesproken was. Bijna gescript, is het niet? Jongen. Bijna gescript. Oké, okay, ja, wij gaan naar de voordeur. Ja. Goedemorgen, allen. Vandaag is het
vrijdag. En vandaag ga ik naar Walibi toe voor Walibi Friday. Maar we gaan er om 11:15 heen. Dan zijn we er rond 1 uur sowieso wel. En dan gaan we eerst een beetje gewoon in de attracties en zo. En dan gaan we... Dan gaat het zeg maar om 6 uur volgens mij. Begint de Fright Night ook echt. En ik ben zo bang. Ik schijt echt in mijn broek. Want ik vond die spooky days, ik vond dat al eng. Ik ga met, in totaal, zijn we volgens mij met 7. En het zijn allemaal meisjes die bij mij op dansen zitten. Dus hartstikke leuk. Nou, en ik word straks opgehaald rond 11:45. En dan gaan we dus naar Walibi toe. Ik zal even de fit laten zien in de spiegel. Het wordt wel best wel koud weer. Dus ik heb ook... Kijk, wacht. Als het echt koud is, dan... Doe ik altijd een legging onder mijn broek. Maar ik vind het altijd wel leuk. Gewoon dat het randje zo eruit komt ook. Dus ik vind het sowieso wel leuk staan. En ik vind het ook, ja, lekker warm. Dus deze broek met een legging eronder. En dan, ja, gewoon een zwart topje. En ik heb deze kettingjes erbij om. En mijn ringen. Lekker groen op mijn broek. Zo, groen is wel een totaal andere kleur groen. Maar dat is niet erg. Okay. Mooi, welkom bij de vlog. Welkom bij de vlog. Wij zijn vandaag in Walibi. En met wie ben ik? Ik ben met... Oh, ik ben jij met Priscilla. Priscilla. Oké. Okay. Nou, wat doe jij zo hier? Wat doe ik zo al? Ja, op het park. Een domme vraag. Mensen laten schippen en zo. Beetje mensen entertainen. Beetje mensen entertainen. Dat dacht ik al. Zullen we maar even een rondje? Oh, even rondje. Even de view. Kijk, oh. Mooi. Wauw. Wow. Wij zijn al met de meiden wat in de attracties geweest en wij blijven hier vanavond zo'n Friday night. Oh, heel leuk. After dark? Nee, dat is slapen. Dat is hier slapen. Nee, we gaan niet slapen. Nee, we gaan gewoon een Friday. Zijn we te bang voor? Oh, gewoon tot 11. Tot 11 gewoon. Ik vind dit al eng. Jullie vonden dit al heel eng. Ja, heel eng. De mensen hier lopen dit al eng. Girl, stick. Maar je vindt het nu al eng? Ik vind het nu al eng. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Ja, dankjewel. Nou, komt goed. Nee, we zijn in gesprek. Wil ik op slot? Nee! Wat heb je als mij net maar ik ben de nieuwe Bibi. Dus vandaag, wij zijn dus nu hier in Walibi Fright Night en het is echt super gezellig. En het is ook echt best wel leuk. En Bibi is nu met mensen op de foto. Ja, kijk maar. Oh, de foto is al! Dus ik ben nee, dus ik ben nee, ik was nog niet klaar. Ik ben dus nu de nieuwe Bibi voor vandaag. Dit is Amber Social. Dit is Amber Social. We gaan zo meteen ook meisje Jamila meeten en even een... Bibi allemaal. Amanda en Nova willen andere oortjes. Weet je, oké, prioriteit. We moeten even prioriteit wachten. Wij hebben allemaal gewoon mooi. Rood. Doorsneden kleur. Rood. Kunnen we daar met z'n prioriteiten stellen? Oké. Burn. We lopen dus nu naar de Nightmare Zone. Ik denk echt, mijn pols. Ik heb nog steeds een polsblessure, hè. We gaan dus nu naar de Nightmare Zone. En het is echt super spannend. En ik vind het echt heel eng. Ze hebben ook iemand met een pop. Een pop en een baby. En een teddybeer. Die is zo boeiend. Jenner walk doet. Wie? Ja. Maar you know hij is niet bij Chris hoor. Ik kan met een teddybeer. Ik ga ook huilen. Ik vind het leuk. Leuk nog. Ik vind het super leuk. Ja. Kylie Jenner walk, wacht. Oh, de Kylie Jenner walk. En gewoon, Amber, niet zijn. We gaan weer naar Social Bibi. Wij gaan nu naar de Nightmare Zone toe. Ja, eigenlijk is alles al verteld. Eigenlijk wel. Ik ben alles verteld. Ik ben de perfecte vlogger. Waarom volgen jullie mij niet? We gaan nu de Nightmare Zone in. En je weet, we gaan de Nightmare Zone. Nightmares. We zijn er nog niet, hè? Maar jongens, bij Nightmare Zone is er zo'n jochie met een teddybeer. Dat is echt schattig. Hij is helemaal niet schattig. Hij is schattig en knap, maar hij is gewoon schattig. Hij is pauper eng. Kan je ook inzoomen? Wat? Kan je ook inzoomen? Ja. Hoe lang heb je deze camera al? Best wel lang. Nee, jongens, ik heb geleerd hoe ik moet inzoomen. Kijk, je moet zo inzoomen. Wat doe je allemaal? Ik ga even uitzoomen. Hey, wij Modern Media en gedaan, Bibi hè? Is wij net, Modern Media. Bibi is net op de foto geweest. En er was net ook een jongen die om haar snapte. Wij zijn echt professioneel, Amanda. Wij zijn echt een wow. Ja. Ik heb dit gewoon allemaal geleerd van Bibi zelf. Ja, de zeker. Pro zelf. Ja, maar Solange is mijn nieuwe cameravrouw. Ja. Vanavond moet ik wel echt op de foto met die teddybeer. Oké, jongens, we gaan nu zeg maar in Nightmare. Nova wil op de foto met die guy met die teddybeer, maar ik vind hem echt eng. Hij is niet knap, maar hij is heel schattig. Gietje, hij is ook een klein jongetje. Ja, maar ik wil hier niet filmen. Maar je ziet wel andere enge dingen. Oké, we lopen achter Bibi aan, we gaan in Nightmare. Ja. Dit zit hier bij de andere enge dingen hoor, Solars. Echt waar, je moet echt bang. Ik vind het echt eng, bro. Ja, maar ik vind het ook ben jij hier al nog een al geweest? Ja, dinsdag. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Pinocchio. Waar? Ja, deze auto. Kijk, je aan is een Pinocchio. Ja, hij zijn niet zo goed op de Oh, dat is hij. Oh.
Ja, ik ga ook. Bibi, je pap! Bibi, je pap! Je pap, Bibi! Oh! Cams up, wij gaan lekker in de dansen. Ze moeten dansen. Lekkerste lunch. We worden gechallenged. 4 push-ups. Wat? 4 push-ups, dat kan ik. 4 push-ups? Kom maar, Bibi, gooi die push-ups. Gooi die push-ups, Bibi. Waar is je helemaal nat? Vult hij nog? Ja. Doe het. Wacht, kan je mijn telefoon... Ja, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet zien. Go bad bitch, go bad bitch, go. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uitslover. Smaak ziet er echt leuk uit. Maar jij niet. Buig. Ik deed echt op mijn best. Simpel schaap, buigen. Is het goed? Beter. Beter toch? Je leert het met de tijd. Ja, misschien wel. Ja. Oké, okay. Bibi is nu weer met op de foto met iedereen. Het spijt me, sorry. Oké okay, jongens, we hebben even lekker oliebolletje gehaald. Hoe is het? Lekker. Heel lekker. Hartstikke lekker. Het gaat helemaal goed hier. En ja, dit is het natuurlijk vrijdag, dus het einde van deze vlog. En als je nou Friday wil zien, moet je even naar de vlog kijken. Maar dat is dan volgende week zaterdag. Als je dit nou leuk vond, geef even een duimpje omhoog en abonneer even. En dan zie ik jullie volgende week. Doei! Bye.